Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Farming Simulator 17 Shamrock Valley. De vorige keer hebben we uiteraard een nieuwe tractor gekocht en vandaag is het ook tijd om dus, jawel, eventjes het gras op te rapen wat wij dus de vorige keer allemaal hebben gedaan. Er is eventjes een foutje geweest, want we hebben natuurlijk de vorige keer zo'n balenopslag ding hebben we gehad, hè. Maar daardoor kunnen we dus niks meer kopen en niks meer doen. Wat er dus toen gebeurde, ik deed dus Alt F4 en mijn hele savegame was dus weg. En daar schrok ik best wel van. Gelukkig wordt het altijd automatisch backups gemaakt, dus je kan alles weer terughalen. Dus moeten we eventjes kijken hoe we die balen opslaan. Want dat weet ik dus niet hoe dat in zijn werk gaat. We pakken wel eventjes de dirt zit nu achter de... voor de oprapwagen en de... Chondeer zit dus voor de... Gurwell Elite Master. En dan gaan we gewoon het gras oprapen. En ik weet wel, die Chondeer die zuipt nogal behoorlijk wat diesel. Dus dat betekent dat het dus op zich wel gevaarlijk kan zijn. Dan gaan we gewoon eventjes kijken. Want deze Chondeer die heeft op dit moment nog... 154 liter. Ja, we zetten hem gewoon aan. Die redt zich wel. Dan moeten we eventjes laten volgen. Dan blijft hij namelijk aan. Dan gaan wij in de dirts. En dan gaan wij het rest van het, ja, van het gras gaan we opruimen. Ik heb ook eventjes jullie laten zien. Ik ben nu eventjes voor mijn tweede kanaal, Blockworld. Heb ik daar een camera staan wat je daar ziet. En dat houdt dus in dat ik jullie eventjes laat zien hoe ik altijd een beetje opneem. Dus mocht je daar interesse in hebben, als ik daar denk, zal ik een linkje in de beschrijving zetten. En anders gewoon lekker abonneren op mijn tweede kanaal, Blockworld. Waar je dus vlogs, dronevideo's en wat we nu ook hebben, een serie lopen. Dus dat is natuurlijk wel super tof. We gaan gewoon het gras gaan weer oprapen. Het is de tweede dag van de zomer. Dus we gaan gewoon even kijken of wij hier het gras mooi en netjes kunnen oprapen. Want dat gras, dat maken wij silagebalen. En dan moeten we nog normale hooibalen hebben. Dus daar moeten we wel eventjes rekening mee houden. Ja, het gras ligt er nog. Het is wel een beetje bijgegroeid. Zie je dat? Het gras is weer gegroeid. Of ligt het daarmee? Of lijkt dat zo? Ik weet het niet. Maar ik moest namelijk dus opnieuw maaien. Waarom is die afgekoppeld? Ik moest opnieuw maaien. Ik moest bijna alles opnieuw doen. Dus dat was best wel vervelend. Dus we gaan nu gewoon weer al het gras gaan oprapen. De Chondeer die is bezig met het pers. We hadden dus 154 liter zat er nog in. En dan kunnen we straks even kijken hoeveel er dan nog in zit. Als we, laten we zeggen, ongeveer twee rondes hebben gedaan. Met het oprapen. Kijk hoeveel diesel de Chondeer daar nog heeft. Want deze dirt heeft toch net iets meer pk om de heuvel op te komen. Dus toen heb ik maar gedacht van weet je wat. De Chondeer die kan wel achter de... Of voor de Gurwell Elite Master. En dan gebruiken we de dirt voor het oprapen. Omdat het net iets makkelijker is. En uiteraard de dirt die heeft een iets hogere torque. En hij is net ietsje sterker dan de Chondeer. Maar als wij nu met de Chondeer hier de heuvel op moesten, dan gingen we denk ik maar eens van 5 km per uur. En dat schiet eigenlijk niet echt op. Dus dat is een beetje vervelend. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan het gras gaan we oprapen. Zo. Ik weet ook niet hoeveel trailers we uitkrijgen en hoeveel balen we uitkrijgen. Want die balen die kunnen we natuurlijk wel goed gebruiken voor de koeien. Alleen dan moet ik eventjes een andere optie vinden om die balen op te rapen. Want er is dus een mod die veroorzaakt dat ik dus niet die balenopslag kan gebruiken. Ik weet ook niet welke mod dat is. Ik heb geen idee. Daar komen we vanzelf achter. Maar zolang dat niet mogelijk is, moeten we eigenlijk eventjes ergens anders of een schuur gebruiken waar we die balen neerleggen. geen idee. Mocht jullie uiteraard nog tips hebben, laat het me gerust weten. Dan gaan we ze nu voorlopig gewoon denk ik eventjes op de trailer plaatsen. En misschien in een schuur doen of zo. Of dat we ergens een schuur neerzetten. Bijvoorbeeld waar de balenpers nu staat. Dat we daar een schuur gaan plaatsen. Normale schuur, dat we daar gewoon alles neerzetten. Kunnen we doen. Maar daar komen we vanzelf achter. Maar we zitten alweer 67% vol. Dus het gaat de goede kant op in ieder geval. En zolang we vol zitten. Alhoewel. Het lijkt of er heel veel gras ligt, maar volgens mij valt het nog wel meer. Want we hebben nu 80% vol. Dus ik denk dat we nog 1 à 2 zwaarden mee kunnen nemen. En dan zit de trailer vol. En dan moeten we dus de rest van het gras ophalen. En dat gaat denk ik allemaal wel passen in 1 trailer, hoop ik. En als we te veel silagebalen hebben, kunnen we natuurlijk nog altijd
spul verkopen. Niet dat we het geld echt nodig hebben, maar het is mogelijk. Ja, we zitten nu 96% vol. Dus ik denk dat we hem uitzetten. Dan gaan we naar de balenpers. Ik had het verkeer even uitgezet, want die waren een beetje vervelend aan het doen. Die zetten we later wel weer aan, dus ik hoef ook niet helemaal niet links en rechts te kijken. Maar want elke keer als ik ook om de bocht heen wou en die auto's waren precies op het moment dat ik de bocht dan wou en dan stond ik weer vast en dan kon ik weer helemaal niks en allemaal gewoon. Ze gaan straks wel weer aan hoor, dat gaan we gewoon aanzetten. Maar voorlopig laten we het heel eventjes uit. Oké. We zijn bij de Gewaal. De John Deere is lekker aan het toeren maken. Zo. Dan gaan we het gewoon oprapen. En we kunnen op zich, wat we ook al wel kunnen, is de balen een beetje opruimen natuurlijk. Hè? Ik sta scheef. Dat is niet netjes. Lars, dat je scheef staat. Oh. Niet zoveel gas geven, Lars. Is niet goed. Oh, rustig gas geven. Hoezo kan ik nou niet keepen? Daar zit ik zo scheef. Ah, dit meen je niet. Ik kan echt niet rijden, jongens. Echt niet. Ja, kijk. Nu kan ik dumpen. Oké, dus hebben wij al een ronde balenklem? Hebben wij die al? We hebben wel die. Eigenlijk mag die wel weg. Maar dit is voor de voorlader, dus die doen we verkopen. Dit is voor de verrijken. En dan moeten we eventjes... twee balen. Ja, het is silagebalen, dus we zouden wel de balengrijver moeten hebben. Hier kan één bal op, hier kunnen twee balen op. Dus die gaan we gewoon kopen. Moet ik wel goed doen, dit is voor de voorladers. We moeten wel bij de verrekers zijn, want daar gebruiken we de JCB voor. Die balengrijpen kopen. Ja, we kunnen namelijk niet het hele ding leegmaken, omdat dit ding vol zit. Dus wij pakken eventjes die. Hartstikke idee. En dan leggen we dit denk ik wel gewoon even hier neer. Hebben we voorlopig niet nodig. En we moeten eventjes een trailer hebben. We kunnen de normale trailer gebruiken. Wat is wijsheid? We kunnen ook de Joskin trailer gebruiken. Dan hebben we autoload. Maar we gaan wel zelf met de verrekker gaan wel de balen gewoon zelf opladen. En zelf oprapen. We gaan niet zeg maar langs heen rijden dat alles pok 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 zeg maar op wordt geraapt. Dat gaan we niet doen. Oké, maar hoe zet ik dit ding erop? Activeer lier. Rechterarm, rechtermoer, C en R. Apparatuur aanpassen. Ctrl L. Kies de moeilijkheidsgraad. Normaal. Bevestigen. Maar hoe leg ik dit ding erop dan? Ik weet niet hoe die werkt. Voertuig reset en werkpositie. Hoe klap je? Ja, want deze moet ik hier op hebben. Activeer lier. C. Apparatuur aanpassen, onzichtbaar. Linkerarm, linkermoer. Hoe werkt dit? Jongens, hoe werkt dit? Rechterarm of rechtermoer. Apparatuur aanpassen. Kan ik niet gewoon op X drukken of zo? Dat we dan kunnen aankoppelen. Hoe werkt dit? Is dat gewoon veer of hoe zit dat? Activeer lier, veer. Huh? Hoe werkt dit? Onzichtbaar eet je linkerarm, linkermoer, rechtermoer, rechtermoer. C. En C. Hoe moet ik dit doen dan? Maak moer los. 9. Je moet eerst de aankoppeling van een klem voltooien. Moet ik dat allemaal zelf doen? Wacht even hoor. VXC.
Hoe werkt dit, joh? Deactiveer lier. Maak moer vast. R. Oké. C. En die. En dan weer 9. Moeten we het eerst... Dat zou best kunnen, hoor. Draai met de klok meer. 9. C. 9. Hoe werkt dit, jongens? Ik moet dat even uitzoeken, hoor. Ik moet eerst even deze weer leren. Hoe werkt dat? Je moet eerst de aankoppeling van de klem voltooien. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Kan ik dit nog gewoon niet afkoppelen? Nou is die in ieder geval weg. Ik moet eerst de aankoppeling van de klem voltooien. Voertuig resetten. Heeft dat zin? Maar hoezo zegt die aankomst van een klem voltooien? Wat bedoelt hij daarmee? Ik heb geen idee. Maar weet je wat? We gaan het gewoon even resetten. Ik snap er helemaal niks van. Ik snap er echt helemaal niks van. Echt niet. Dus dan moeten we... Even kijken. Die moeten we resetten. Ja. En dan is alles helemaal gereset. Ja. Nou, dan rijden we wel even daarheen. Kijken wat er dan gaat gebeuren. Want ik heb echt geen idee hoe dat ding in elkaar zit. Goed, ik weet niet wat en hoe het allemaal is. Maar ik heb dat ding heb ik weggedaan. Ik heb al meer dan een kwartier lang... Heb ik daar weer lopen kloten en weet ik wat. Volgens mij moesten namelijk die moeren, die moest je eraf draaien. Maar je kon heel tijd, je moest heel tijd één voor één. Dus elke vier één keer. Dan moest je een stukje rijden, want anders kon je niet doordraaien. Daarna kon je weer opnieuw draaien en kon je weer opnieuw draaien. Maar ik moest dus heel tijd draaien, instappen, rijden, draaien, instappen, rijden, draaien, instappen, rijden. Nou, ik werd er helemaal gek van. Dus we hebben maar gewoon deze gedaan. Ik weet ook niet hoe het werkt. Die moeren die gingen ook niet meer verder. Dus ja, ik heb er wel serieus waar wel een kwartier lang mee lopen ahoeren. Daarintussen heeft deze trekker wel doorgereden, doorgeblaft, dus dat was niet helemaal de bedoeling. Maar, hij moet gewoon diesel blaffen. Nou, laten wij het laatste beetje gas er nog even, ja, het gas even ophalen. En moet eventjes een andere positie vinden waar we die balen eigenlijk neerzetten. Want ik had die grote balengreep, die heb ik nog nooit gebruikt, dus ik dacht, hij is wel leuk om die te gebruiken. Maar als dat zo verschrikkelijk irritant gaat om dat ding voor elkaar te krijgen... En ik heb al meer dan een kwartier lopen ahoeren en doen. Ja, dan hoeft het voor mij echt niet. Daar ben ik een beetje triggerd van. Zo, dat moest er eventjes uit. Maar mocht hier uiteraard een andere optie hebben of hoe ik het wel moet doen. Laat het me dan weten in de reacties. Want ik snap er helemaal niks van. Ik werd er alleen maar helemaal gek van. Het werkt niet. Kijk, als je nou gewoon die moeren gewoon de hele tijd door kon blijven draaien. Vond ik het geen probleem. Maar ik moest elke vier moest ik elke keer één keer doen. Een klein slagje. Dan moest je weer in de JCB zitten en een stukje rijden, want anders kon je niet verder draaien. Nou ja, het zal wel. Maar, of misschien dat het aan de verrekker ligt, ik weet niet, maar het... Haie, wat een gedoe. Maar goed, we gaan het laatste gras gaan we oprapen. En mijn stuur maakt ook weer ongelooflijk veel lawaai, ik weet ook niet waarom die dat doet. Maar goed. Zo. Hij zit ergens tegenaan. Tegen een paaltje, denk ik. Hij zit op een paaltje zelfs. We zijn los. Niks aan de hand. En ja, dan moeten we even kijken waar we die balen neerzetten. Want ik heb geen idee. We moeten nog eventjes een trailer moeten we nog eventjes fixen. En dan moet dat goed komen, dacht ik zo. Maar... Ik zit even te kijken. Veld 39. Waarom zit hij helemaal daar links? Zie dat? Hij zit buiten de map. Is dat altijd al zo geweest? Nee toch? Veld 39 is van ons, maar wat houdt dat in? Geen idee, het zal wel.
Even kijken, de tijd kan weer op 15 staan, omdat ik heel de tijd aan het ahoeren was om de dingen in elkaar te zetten. En heb ik de tijd maar wat zachter gezet, want anders heeft het al geen zin. Nee, maar vind ik wel jammer dat dat ding niet werkte. Maar misschien doe ik het ook wel foto, ik weet het niet. Maar dat kunnen jullie mij vast wel vertellen. Hoe dat ding in zijn werking gaat. Want ik zou die wel graag willen gebruiken, maar nou gaan we gewoon met de balenspies. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, kan wel. Maar omdat het silagebalen zijn, je prikt namelijk door dat zeil in. En dat is natuurlijk niet realistisch. Maar ja, als die balengrijper niet werkt, wordt een beetje lastig. We kunnen ook wel die normale balengrijper, maar dan kun je maar één baal tegelijkertijd mee transporteren. En dat vind ik een beetje jammer. In ieder geval wel twee balen transporteren. Want met deze kun je drie balen transporteren die we nou hebben. Dus dat is op zich wel snel. Alleen hoe hij dat wil doen, weet ik niet. Volgens mij gewoon in het midden prikt hij ze vast en dan kun je hem zo op de triller neerleggen. Want het laden op de verrekker, dat doen we autoload en het laden op de triller, dat doen we zelf. Dus dat kan wel eventjes een beetje moeilijk worden. Maar dan komen we zelf achter. En het laatste stukje gras. En volgens mij hebben we dan al het gras opgeraapt hier. En dan kunnen hier mooie silagebalen voor worden gemaakt. En dan hebben we voorlopig hebben we voldoende silagebalen. En ja, ik vind het ook jammer dat die balenopslag niet werkt. Maar er is dus ergens een mod die dat veroorzaakt. Ik weet ook niet welke mod dat is. Want Dagwin die gebruikt dezelfde, maar bij hem is er niks aan de hand. Dus ik weet niet welke mod dat is die dat veroorzaakt. Maar ik vind het wel jammer. Want daar hadden we mooi die balen kunnen opslaan. Misschien dat er een andere versie is of een andere balenopslag. Laat het me gerust weten. Want ik zou dat wel graag willen, want anders moeten we alles in de schuur doen. En dat kan op zich wel. Maar het is mooier als je het allemaal gewoon helemaal uit de weg hebt geruimd, zeg maar. Dat het niet in de weg ligt. Dat is dan net iets makkelijker. Even kijken hoor. Maar dan moeten we ook nog even een trailer hebben. Zo. Waar we de balen op kunnen leggen. Hij is even uitladen. Dan kunnen we in de tussentijd even kijken wat voor een... Ja, weet je, ik heb er niet zo heel veel. We hebben natuurlijk de standaard en ik heb volgens mij de Joskin, ja. Dus dan zou ik zeggen voor de Joskin. En dan kunnen we die gewoon gebruiken. Om de balen op te laden. Ja, laten we deze doen. Die gaan we kopen. De balen die worden wel even geperst. Dan gaan we even met de JCB. Halen we even die trail op. En dan kunnen wij in ieder geval de balen hier opladen. En dan moeten we even een mooie plek vinden waar we die balen neer gaan leggen. Of we kunnen ze ook even op de trailer laten liggen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vraag mij toch af welke mod dat veroorzaakt waardoor we die balenopslag niet kunnen gebruiken. Maar dat vind ik best jammer. Maar in Epsdorf Heide hadden we er geen last van. We hebben gewoon gebruikt. We gaan het wel zien. We koppelen eventjes deze trail aan. Oh. Soms is het ook wel. Soms is het heel makkelijk om die camera te hebben van een CSZ, maar aan de andere kant is het soms ook fris irritant. Zo. Moet niet te scherp gaan sturen, want dan komt de diesel tegen de band aan. Dat is een beetje jammer. Nou, daar zijn we dan. We hebben heel wat silagebalen hoor. Oké, dan zetten we deze zetten we hier neer. Zo. Gaan we heel eventjes de triller weer legen. Waarom kan ik nou niet keepen, hè? Zo, dan mag die trouwens ook uit. Kijk, dan kunnen wij nou, als het goed is. Dan moeten we even de. Oh, die zijn al uitgeklapt. Dan moeten we op V drukken. Ah, missing collision. Ja, joh. En dan twee balen. Alhoewel, misschien hebben we die helemaal niet nodig. Kijk, want ze liggen namelijk al redelijk goed zo, hè. Dat we ze daar gewoon netjes zo op kunnen laden. Of netjes. Maar weet je wat we ook kunnen doen? Hebben we een trekker over? Ja, dat hebben we.
Dat doen we, dat doe ik nog anders. We zetten weer de trekker ervoor. Maar het zijn ronde balen, dat is wat lastiger. Kijk, wat wij gaan doen. Wij laden het zelf op. En dan doen we... X. Kijk, dan wordt het zo opgeladen. Dan rijden we gewoon zelf hier en weer. Maar dan worden ze wel gewoon opgepakt. Dan doen we het toch nog een beetje realistisch, toch? Maar kijk, moeten ze iets dieper hebben. Kijk, en dit is dan heel onrealistisch. Omdat we met spikes gaan we dus door die silagebalen heen. Dat kan eigenlijk niet. Maar, ja. Die balen grijpen werkt niet. Anders had ik dat wel graag willen doen. Nou, ja, goed. Zo. Kijk, op een gegeven moment, de balen worden natuurlijk ook op een gegeven moment veel minder. Dus dan wordt het wat lastiger om het op te rapen. En dan zouden we eerst ook wel autoload kunnen doen. Dat we alles autoload gaan doen. Is ook onrealistisch, maar ik vind dat dit mag op zich nog wel. Ja, het maakt niet uit hoe we de balen vast hebben in principe. Want de trailer, die pakt ze wel. De trailer, die laat ze wel op. Dat is geen probleem. Kijk, klik, klik. En dan kunnen we de andere helft pakken. Dan kunnen we de eerste twee bijvoorbeeld pakken. Als ik ze van de zijkant kan prikken. Of niet. Zo. Ja, maar ja, dan moeten we dus alleen even kijken hoe we die balen dus, waar we die neer gaan zetten en hoe we dat allemaal gaan doen. Zo. En ik hoop ook dat alle balen trouwens op de trailer passen, want anders is het een beetje lastig. En dan redden we gewoon even, hupsakee, zo. Even drie balen tegelijk. Hartstikke idee. Ik hoop dat het niet te veel balen zijn, dat alles er wel op past, want anders... Gaan we die eventueel gewoon verkopen of ik, ja, volgens mij hebben de koeien geen silage nodig namelijk. Want ik denk dat dit veel te veel balen zijn. Jawel. Ja. Ja, we moeten gewoon een bill storage hebben, maar ik vind het zo vreemd waarom die niet werkt. Pas op dat we de bad... Oh, ik vang hem op. Ja hoor. De balen kunnen we nog kwijt. 5 balen. Hoeveel liggen die hier? 6, 7, 8. Ja, dat kunnen die allemaal kwijt. Dat is een beetje jammer. Ja. Hebben we in ieder geval de balen opgeruimd? En dan moeten we, ja, wat ik zeg. Waar gaan we die balen dan neerleggen? Dat is voor mij ook nog een vraag. Nou goed, de trailer is opgeladen. En we hebben dus nu nog 3 balen over. Als ik het goed heb. En die moeten wij dus eventjes ergens anders in. Ik weet niet of de koeien toevallig eet nodig hebben. Nee, bij lange na nog niet. Maar hadden we echt serieus waar zoveel eten dan? Ja, zal wel. Maar laten we eerst even die sondeer uitzetten. Want die blaft nu, alleen maar allemaal dinges op. Dus zet hem maar even uit. Dan klappen we eventjes in. X. Z. B. Ho. Oeh, gaat dat goed met die... Oh, ja, dat gaat goed. Mooi. Ja, maar hier hebben we dus nog een baal. En hebben we dus nog 3 balen hebben we nog over. Dus dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. En dan Z en N. Kijk. Dan kunnen we deze in ieder geval weer ergens neerzetten. Voorlopig... Hebben wij deze dan, denk ik, alhoewel die kunnen we hier wel even laten staan. Want we moeten natuurlijk ook nog hooibalen hebben. Dus deze zetten we wel gewoon hier neer. En dan gaan we eventjes een plek vinden voor de balen. Maar waar? But where? En weet je, we hebben hier... Oh. Huh? Wat zeg ik? Huh? Waar knal ik ding aan? Maar dat waren die silo's. Kijk, wij hebben hier hebben wij een soort van opslag. Voor ons. Maar dan zou het eigenlijk bovenop elkaar gestapeld moeten worden. Dus, wat is mijn voorstel? Geen idee.
We kunnen die balen in principe dus eigenlijk gewoon niet kwijt. We hebben hier de voorlader van de deurts. Hebben we die nodig? Die voorlader van die deurts, die kun je al wegdoen. We hebben die deurtje niet meer. Die voorlader mag weg, die gebruiken we niet meer. De rest houden we wel. Ja, we kunnen de trillen hier achterwaarts in doen. Maar ik weet niet of het gaat, gaat regenen. Ja, morgen gaat het regenen. Dus eigenlijk moeten we de balen even onder het dak doen. Maar dat kan wel. Als we die nou... Waar normaal gesproken de zaaimachines staan. Als ze daar nou de balen gaan neerzetten. In ieder geval de trillen met de balen. Dan staan ze in ieder geval droog. Toch? Oh, net niet. Oh, het ging zo netjes daar achteruit rijden. God dang it. Ja, dan kunnen we deze gewoon hier neerleggen. Dan zijn ze in ieder geval droog. Ja, dan moeten we eens een andere optie vinden hoe we die balen gaan opruimen. Want dat zou ik ook niet weten. Als ik heel eerlijk ben. Voorlopig hebben we deze trekker dus niet meer nodig. Ja, voor de volgende aflevering misschien met maaien. Maar die kan hier nog wel eventjes blijven staan. Zo. Deze wil ik zo meteen gebruiken. Deze mag hier blijven staan. Opruimwagen ruimen we ook eventjes op. Of we moeten die Gubba Ultima's ook even een plek geven. Nou, maar moet je kijken, hè? We begonnen deze aflevering met 154 liter in de chandelier. Hij zit nu nog op 118, dus hij heeft best wel wat diesel gezorven. Ah, het is ook niet meer de nieuwste chandelier, hè? Dus die zuipt sowieso meer. Net als alle oudere auto's. Mijn auto zuipt ook meer dan de rest. Dat is logisch. Ja, deze opperwagen kunnen we hier wel neerleggen. Ja, kun je wel LTMA's, waar leggen we die neer dan? Die kunnen we wel op de plek van de oude voorlader doen. Laten we het daar neerzetten. Dan mesten we de koeien nog eventjes uit. En dan denk ik dat het mooi is voor vandaag. En dan gaan we kijken wat we de volgende aflevering gaan doen. Deze balen, ja, nou, die kunnen we hier wel laten staan. Ja, die kunnen we eerst wel meenemen naar de yard, maar... Ja, laten we dat ook maar even doen. Maar eerst even het spul opruimen. Kijk, we kunnen wel LTMA's, ze kan hier mooi staan. Zal wel niet helemaal... Oeh, dat gaat net, joh. Boe. Ja, deze kan hier staan. En andere wagen hebben we opgeruimd. Even die balen op de plek leggen. En dan gaan we even de koeien uitmesten. Nou, ik heb maar besloten om eventjes de balen hier bij de mesttank neer te dumpen. Maar ja, hey, die mesttank gebruiken we voorlopig toch niet. Dus die balen die kunnen hier ook wel laten liggen. Dan moet je natuurlijk, ik wil net zeggen, moet je natuurlijk niet bij mij gaan lopen liggen, hè. Deze die kunnen we hier wel neerleggen. Want er is regen voorspeld. Dus we moeten eventjes alles een beetje droog neerleggen. En de bak ook, want die ligt tegen de mesttank aan. Mestput. Hoeveel mest hebben we nou eigenlijk? Kunnen we linksbovenin zien als ik dat even aanzet. Als we dicht genoeg in de buurt zijn, dan kunnen we zien hoeveel liter we hebben. Dan moeten we er eventjes langs rijden. Hoeveel liter hebben we? 23.000 liter. Oké, okay, dus dan kunnen we eventueel wel weer het gasveld mee bemesten als het moet. Dus dan kunnen die balen ook weer weg. Hé, hey, waarom doe ik die... helemaal van het padje door dat achterlijke baal, door die achterlijke balen grepen. Man, wat een gedonde. Right. Even dit open doen. Dan gaan we even uitmesten. Want volgens mij ligt er ook wel lekker wat mest. Dat moeten we wel bijhouden. Want anders wordt er iets te veel van het goede. Namelijk. En dat moet niet hebben. Even kijken. Maar, ik denk dat ik hier ook eventjes een timelapse van ga maken. Even lekker uitmesten. Eerst de bak doen we met z'n allen. Ah, er ligt in ieder geval al wel weer voldoende. Wat ik zie, dus dat is op zich geen probleem. Oh, ik gooi er alles naast. Ja, tuurlijk, ja. Maar ik sta ook scheef, hè. Oké, okay, laten we even dit hier opruimen. Want dit hoort hier natuurlijk niet, hè.
Zo. Zo. Laten we er eventjes een tuinlucht in gooien. Nou, dat was ook een uitmesten. Hartstikke mooi. Ik weet ook niet hoeveel mest we hier nou hebben liggen namelijk. Ligt best een leuk hoopje, maar ik weet niet of wij daar wel veel meer kunnen doen. Maar dat ziet er nu al wel weer een heel stuk schoon uit. Het begint alweer... Ze hebben hem alweer gepoept, terwijl je helemaal niks geen koe hier is. Waar bent de koe eigenlijk? Volgens mij heeft die ook een hele grote wei. Ja. Dan kunnen ze helemaal heen. Ja, daar hebben we de schapen. Hoe is het met de wolf en de schapen aan? Daar moet ik nog een keertje naar kijken. Daar moet ik ook een keer naar binnen doen. Vier... moet ik een keer doen. Moet ik ook even een balenvork hebben. Of balenvork. Moment, een pelletvork. Maar dat moet wel goed komen. Laten we eventjes wel de deuren dicht doen. Want anders... Loop de koeien weg. Moet niet hebben, jong. Deze mag ook weg. Dicht, bedoel ik. En is het alweer 6 uur in de avond. En hebben we weer een hele avond hebben wij weer gehad. Of een hele dag, moet ik zeggen. Deze mag naast trekken staan. Er is nou één plekje over. En jongens, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 17 Seasons Shamrock Valley. Mocht je dit een leuke video gevonden, mag je dat uiteraard belonen met een blauw loopje omhoog. Zou ik super tof vinden. Graag zie ik jullie dan de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. En dan graag tot de volgende keer. Kalm!